De omstandigheden zijn uitstekend voor een mooie pot voetbal. Kijkers, van harte welkom dus. Jeroen Guter, hier naast me en ikzelf, Siert de Vos, zullen de wedstrijd van tekst en uitleg van Siert de Vos hebben kunnen. Het is lastig om voorspellingen te doen over deze wedstrijd in dit spelteam. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. Hey Siert, hallo. Ja, ik denk dat we allebei heel benieuwd zijn hoe deze ploeg het vandaag zullen aanpakken. Gaan ze proberen de cirkels op te zoeken en daar op balbezit te spelen, om die meter op te vullen? De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Daar gaat het balbezit. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Felle druk door de tegenstander. Ze komen aan de bal. Oh, wordt ingeleverd. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. De meter is helemaal vol. Als ze nu scoren, is het kassa. Ching, ching, ching. We geven de bal weg. Gaat over de flank. De speler wordt geholpen. Wat gaat hij hiermee doen? Zou wel eens wat kunnen worden. Een hele belangrijke verdedigende actie. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Ja, een schot. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, daar komt de tegenstander goed weg hoor. Slordig in het balbezit. Ze leveren de bal in. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Voorzet in de maak. Het gevaar is nog niet geweken. Ja, hij probeerde te forleren. Maar ja, dat lijkt natuurlijk nergens op. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel.
De actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Speelt terug naar hem. Midden voor het doel gegeven. En die bal is voorlopig weg. En nu wordt het oppassen. Ja, doelman pakt die bal. In het midden van de 16. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Daar gaat het balbezit. Nou, wat kan hij hiermee? Maak het dan voor de voorsprong. Op de paal en dus verder. Keeper redt en het spel gaat door. De bal komt in handen van de doelman. Na een heel gevaarlijke situatie in zijn doelgebied. Ja, ik dacht dat die bal erin ging. Maar dat was uiteindelijk toch gezichtsbedrog. Hij kwam tegen het aluminium. Daar zien we wat feiten over het balbezit en die bevestigen eigenlijk wat we hier op het veld al hebben gezien. Hè. Het is één grote padstelling. Iemand zal risico moeten nemen om die te doorbreken. Nog steeds op weg naar het doel. Ja, er wordt daar vakkundig gecombineerd en er wordt gekeken of er een opening ontstaat. Ze krijgen die bal, maar ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet goed. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. We gaan de rust in met nog steeds de stand van 0-0. Twee aan elkaar gewaagde ploegen die dadelijk met een gelijke stand aan de tweede helft gaan beginnen. Nou, deze tussenstand verbaast me ook niet hoor. Het krachtsverschil tussen beide ploegen is in feite nihil. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Op weg naar het doel nu. En ze hebben de bal weer terug. Steeds aan de bal. Hiermee moet je uitkijken. Mogelijkheden voor een counter. Dit kan maar eens een kans opleveren. Een uitgekiende steekpaas. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, wie houdt hem tegen? Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zo'n bal er toch in. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Listige steekbal. Gaat dit wat worden? Kan een doelpunt worden. Redding, maar de bal blijft in het spel. En na die schitterende redding kan de keeper hem nog een keer tegenhouden. Oh, 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 wat staat hij lekker te keepen vandaag. Het lijkt wel een magneet. Alles komt bij hem terecht. Na die tackle is hij de bal kwijt. Ze leveren de bal in. Ruimte.
ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Ze kunnen hier voorkomen. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Goede schotkans. Maar de verdediging kan de bal wegwerken. Er komt een wisselspeler in het veld. Daar gaat het balbezit. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Hij legt hem bij de tweede paal. En met die duik kan hij erbij. Doelpunt met het hoofd. Hier ziet u nogmaals hoe dit doelpunt tot stand kwam. Hier, nog een keer. Moet je kijken. Hoe schitterend die bal van de rechterkant werd voorgegeven. Ja, maar dit is het type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. We zien nogmaals hoe mooi die bal wordt voorgezet. En dan gaat hij ook heel prettig in natuurlijk, hè, met de kopbal. Er wordt in de tweede helft een wisselspeler ingebracht en we gaan kijken of hij iets aan die achterstand kan doen. En dan eindelijk in de tweede helft pas het openingsdoelpunt. Wacht even, Jeroen, er staat een speler klaar om erin te komen. Ja, inderdaad, dat is een verse kracht die in gaat vallen. Het ziet er veelbelovend uit. Hij speelt hem slim. Wat gaat hij hiermee doen? Keeper redt en het spel gaat door. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Zou wel eens wat kunnen worden. Kans hier. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Terwijl we naar het einde van de wedstrijd gaan, laten de plaatselijke supporters nog maar eens van zich horen. Ja, dat is nodig ook, want ze staan met een doelpunt achter. Ze kunnen alle steun gebruiken. Dit kan wel eens een kans opleveren. De sluwe steekpaas. Op doel geschoten. Door gered. Spel loopt verder. Hij werkt de bal naar voren. De trainer zet een nieuwe speler in. Om die voorsprong tot het einde van de tweede helft verder te verdedigen. Midden voor het doel gegeven. Ze krijgen die bal maar niet. Twee minuten extra speeltijd wordt er gegeven. En ze hebben de bal weer terug. Die achterstand kan nog weggewerkt worden. En ze gaan het nog een keer proberen hoor. Dit moet een voorzet worden. Vakkundig weggewerkt door de verdediger. En dat is het einde van dit duel. Ze hebben verloren van een ploeg waar ze juist absoluut niet van wilden verliezen. Hun grote rivaal. Dat is een dag om snel te vergeten. Maar de tegenstander zal het er de komende tijd nog wel even invrijven. Die laten geen mogelijkheid onbenut om ze er nog eens mee te confronteren.